Wat is het verschil tussen single- en multimode fiber? En welke fiber modules kan ik gebruiken in mijn NetKey Switch? Als ik tijdens mijn Switching Essentials training begin over het onderwerp fiber optics, zie ik iedere keer weer een aantal cursisten spontaan verschijven naar het puntje van een stoel. Voor mij een teken dat het onderwerp de meeste cursisten aanspreekt, dus zeker reden voor een NetKey Tips en Tricks video. Want voor welke fiber kies je precies in jouw situatie? Welke fiber optics horen hierbij? Of vanuit de andere kant gezien? Welke fiberoptics kies ik als er al een bestaande glasvezelkabel aanwezig is? Oh ja, ik ben Erik en leuk dat je kijkt. Maar ik zal je eerst even een overzicht geven over wat ik met je ga bespreken. Als eerste gaan we single mode en multimode kabels vergelijken en leg ik uit welke benamingen of aanduidingen je tegen kan komen in de praktijk. Ook behandel ik de specificatie en bespreek de relatie tot hogere snelheden dan 1 gigabit per seconde. Binnen de binnen een gebouw is afgemonteerd op panelen. Hier kom je in het veld scheidenheid aan connectoren tegen. Ga je naar aanleiding van de bijbehorende afbeeldingen laten zien hoe deze connectoren eruit zien en hoe deze genoemd worden. Als ik deze achtergronden heb behandeld, dan wordt het tijd om te demonstreren op welke manier ik in de praktijk op zoek ga naar de juiste vadermodules voor mijn adviezen. Daarna sluit ik af met een resume en een paar zeer belangrijke zaken. Dus blijf zeker tot het einde kijken, want je weet nooit of een van mijn tips in deze afsluiting ten de goede kan komen. Want ik zeg maar zo, een gewaarschuwd mens telt voor twee. In mijn voorgaande video over PW heb ik besproken dat volgens de AAA-regelgeving een netwerkkabel de maximale lengte van 100 meter niet mag overschrijden. Kom je in een situatie waar een kabellengte van 100 meter niet toereikend is, dan is er een prima alternatief, namelijk het glasvezeltje. Dat schiet titelaar, dat in de jaren 80 noemde in zijn programma, de wondere wereld van. Google maar eens op schiet glasvezel en dan kan je zijn video over de introductie van de glasvezelbekabeling nog steeds terugkijken. Maar dit tezijde. Je hebt twee typen fiberbekabeling. De eerste uitvoering is de single mode fiber en daarnaast heb je ook de multi fiber. Maar wat is nu het verschil? De single mode fiber is een glasvezel met een kleine lichtdolatende kern... Ongeveer 9 micrometer in diameter. Ik zal even een referentiekade voor je schetsen. Een mensenhaar is een kleine 100 micrometer, dan heb je nu, denk ik, wel een beetje een idee. De kern wordt beschermd door een binnenmantel, of beter gezegd vezelmantel. Deze brengt de totale diameter 125 micrometer. Dankzij deze minuscule afmeting van de kern van de singelmootfarbe verplaatst het licht zich rechtlijnig door de glasvezel. Hierdoor kunnen er behoorlijk grote afstanden overbrugd worden. Algemeen gebruik je een single mode fiber voor afstanden langer dan 300 meter, maar dat geldt ook weer niet altijd. Ik zal hier halverwege deze video iets meer over vertellen. Het andere type is de multimode fiber. Dit is een glasvezel met een nu gebruikelijk kern van 50 micrometer. Grotere kern betekent dat er meerdere modi, ofwel lichtstralen, tegelijkertijd door de kern getransporteerd kunnen worden. Net zoals bij de single mode fiber is de kern ook afschermd door een vezelmantel, welke de totale diameter van deze optische vezel ook op 125 micrometer brengt. Omdat beide vezelmantels even dik zijn, kun je met het blote oog niet zien of je nu met een multi of een single mode fiber te maken hebt. Bij een multimode gasvezel gaat het licht in golfbewegingen door de kern. Dit komt omdat het licht vanwege de relatief dikke kern op de vezelmantel afkaatst omdat hierdoor elke lichtstraal zijn eigen pad heeft, zullen deze op verschillende tijdstippen het einde van de optische vezel bereiken. Door dit golvend gedrag is de afstand van de multimode glasvezel beperkt. In de praktijk is afhankelijk van de gradatie van de toegepaste kabel rond de 300 of 550 meter haalbaar. Even tussendoor: single fiber en de benodigde modules zijn prijziger dan multimode fiber en de bijbehorende modules. Daarom zie je binnen een gebouw voor de kortere afstanden meestal als multimode toegepast. Nu weer terug naar de opbouw van de vaarbekabel zelf. Rondom de 125 micrometer vezelmantel van een fiber vindt zich ook nog een extra binnenmantel. Deze dient als primaire bescherming en weer daaromheen krijg je de buitenmantel, waarop vaak ook een type aanduiding geprint is. Deze buitenmantel kan variëren van een enkele of een bundel van meerdere fabers. Naast de hier afgebeelde uitvoering van een enkele fiber, kennen we ook de zogeheten zipcord Dit is de vorm die we bij patchkabels voor een duplexverbinding tegenkomen. Een van de fibers is dan voor de zendende kant en de andere is voor de ontvangende kant, gezien vanuit de fiberoptic module. Ook kennen we de breakout kabel. Deze kabel bestaat uit meerdere glasvezels en deze zie je veel gebruikt worden tussen PETS-ruimte waar meerdere fibers nodig zijn. En dan kennen we nog de fiberduct. Eigenlijk geen fiber, maar een buis met erin meerdere buisjes waarin je de fibers van het type naar keuze kunt laten blazen. Voordeel is dat je één keer de duct aan laat leggen, waarna je in de toekomst zeer kosteneffectief je fibers kunt upgraden dan wel veranderen naar een ander type. Nu je iets meer van de fysieke aspecten van glasvezelkabels weet, kunnen we over naar de benamingen en de specificaties. In deze tabel zie je de gebruikte benamingen voor de verschillende fibertypes aangevuld door de specificaties. Omdat 10 gigabit eigenlijk de norm is, heb ik de maximale kabellengte ook in deze tabel gezet en noemenswaardig is dat bij OM1 kern 6,25 micrometer is en bij OM2 tot en met OM5 multimode fiber de kern 50 micrometer is. Hoe hoger de OM1 waarde, hoe verder de afstand welke de kabel kan overbruggen. Kijken we naar een single mode fiber, dan is os niet geschikt voor 10 gigabit of hoger en kan je OS2 voor 10 gigabit tot 40 kilometer gebruiken. Voor snelheden van 40 en 100 gigabit is de rijkwijde 10 kilometer. Aan de tijd zijn er verschillende connectoren voor glasvezel gebruikt. Ik zal je de meest voorkomende exemplaren laten zien. FC is een ouder glasvezelconnector. Die momenteel nagenoeg niet meer wordt toegepast. Deze aansluiting werd veel gebruikt bij single-mode fiberkabels en het is niet gebruikelijk dat deze connector op een multimode fiberkabel tegenkomt. FC-connectoren hebben een schroefdraad om de kabel aan het paneel vast te koppelen. LC is ontworpen als een push-pull connector die op zijn plaats wordt vergrendeld met een kliksysteem. Het grote voordeel van LC is het kleine formaat omdat LC ongeveer half zo groot is als andere glasvezelconnectoren, zie je deze aansluiting terug op bijvoorbeeld de fibermodules voor onze switches. Maar ook op patchpanels kom je deze aansluiting steeds meer tegen. SC is een veel voorkomend type glasvezelconnector, welke je tegenkomt op patchpanelen. Ontworpen om ongecompliceerd te kunnen gebruiken en is betaalbaar om te produceren. Zoals bij LC, werkt de SC-connector een poespoelontwerp met een vergrendelclip. Juist het kosteneffectieve ontwerp van SC maakt het dat deze connectoren een populaire keuze zijn bij industrieën die vaak glasvezel gebruiken, zoals Telecom en Datacom. De ST-connector gebruikt een ontwerp dat lijkt op de FC, maar in plaats van schroefdraad gebruikt het een vergrendelingsmechanisme dat vergelijkbaar is met een bayonetsluiting. Hoewel ST niet in dezelfde mate is uitgefaseerd als FC, begin je deze connector steeds minder te zien in het voordeel van de LC en de SC connector. Als gezegd, onze fiber hebben een LC aansluiting. Dus kom je een patchpanel tegen met een ander type aansluiting, kan je gebruik maken van een verloopkabel. Zo gebruik je bij het hier afgebeelde SC patchpanel zo geheten LC-SC verloopkabel. Nu een antwoord op de vraag: welke fiber kies ik voor de situatie bij mijn klant. Voor je hier het juiste antwoord op kunt geven, ben je afhankelijk van drie factoren. De eerste, ligt er nog geen glasvezel? Dan is de keuze voor de fiber zelf afhankelijk van de snelheid die je nodig hebt. Is deze hoger dan 10 gigabit, dan is single mode fiber het juiste advies. En ten tweede, wordt de snelheid 10 gigabit of lager en is de afstand niet langer dan 550 meter, dan kan je kiezen voor multimode fiber Mits je OM4 of OM5 neemt. Als de afstand langer is dan 550 meter, dan ben je genoodzaakt om single mode fiber te laten installeren. Factor 3 is de lengte van de glasvezel, want hoe langer de kabel, duurder de fiber optics. Laten we eerst eens kijken hoe je in de praktijk erg eenvoudig de juiste switchmodule kunt opzoeken. Welke methode gebruik ik om de juiste SFP-module te adviseren? Voor een overzicht ga ik naar support.netkeep.com. Ik typ hier het model van de switch in. Ik pak voor het voorbeeld even de M4300-serie. Selecteer er één switch van. En vervolgens ga ik naar de documentatie. En naar de product datasheet. Alwege deze datasheet. Staan de meeste modules die we als netkier verkopen. Ga even naar halverwege. De modules worden hier gepresenteerd in een overzichtelijke tabel. Hier links zie je multimode fiber en rechts zie je single mode fiber. Als eerste zien we een 40 gigabit QS2 Plus module Hiervan hebben we zowel een multimode fiber als een single mode fiber. Module. En je ziet hier al gelijk verschillen in rijkwijde. Zoom even in op de 10 gigabit fiber modules. We hebben de AXM 763. Deze is geschikt voor OM1 of OM2. Met deze module haal je een lengte van 220 meter. Dezelfde module op OM3 en op OM4 had een lengte van 260 meter. Daarnaast is er voor OM3 of OM4 nog een andere module, AXM 761. En deze haalde een lengte van 300 meter op OM3 of 550 meter op OM4. Deze module is overigens ook nog in een 10-pack te verkrijgen. Daarnaast is er voor single-mode fiber de AXM 762. Dat is een longrits module die tot met 10 kilometer gaat. En voor situaties tot 2 kilometer hebben we de AXM 764. Deze module is beduidend goedkoper dan de 762. Kijken we ook nog even naar de gigabitfarbemodules, dan zien we dat er één module is voor alle multimode -fiber standaarden. Op OM1 en OM2 haal je een lengte van 275 meter met deze module. En de AGM-731F had op OM3 550 meter en op OM4 tot een kilometer. Voor single-moodfarber hebben we een andere module. Deze reikt ook tot 10 kilometer. Heet de agm 732f. Dan gaan we nu weer terug naar de rest van de presentatie. Met deze demo hoop ik dat ik je weer een beetje in de juiste richting heb kunnen helpen. Maar als is gewoonlijk wil ik afsluiten met enige praktische tips. Als eerste ligt er al bekabeling, zoek dan het type fiber en de lengte uit. Vaak kan je op de mantel van de kabel terugvinden om welk type fiber het gaat. Kan je dit niet zien? vraag dan het metereport op. Van de certificering van de bekabeling. Of als het rapport er niet is, dan kan je eventueel kijken of er nog een rekening is. Is die er ook niet, dan kan je een expert inhuren om de bekabeling na te meten. Eigenlijk is dit wel de tip van de dag voor jouw eindklant. Want als deze zijn glasvezelbekabeling nog aan moet laten leggen, dan is in de praktijk een vaarbeduct op de lange duur de meest flexibele en kosteneffectieve oplossing. Is een vaarbeduct eenmaal aangelegd? En wil de klant naar de hand van vaarbetype wisselen, dan hoeft zijn plafond niet opnieuw open en kan de oude vaarber gewisseld worden voor een nieuwe. Of als de druk nog kanalen vrij heeft, dan kan er een extra vaarber geblazen worden. Als het om snelheden van 25, 40, 50, of 100 gigabit gaat, dan is single-mode fiber de juiste keuze. Voor snelheden tot 10 gigabit, tot een afstand van 550 meter, is minimaal OM4 multimode fiber noodzakelijk. Bij OM3 is de maximale lengte 100 meter voor 10 gigabit per seconde. Ben je switches aan het aansluiten en zie je dat de vaarbekoppeling tussen twee switches niet werkt, wissel dan bij een van de PETS kabels de aderparen van positie. Op deze manier kruis je de aansluitingen en als de vaarbekabel en de hardware zelf niets markeren, dan gaat de link naar deze aanpassing gewoon werken. En hier volgt een waarschuwing. Om te controleren. Welke van de twee fibers het lichtsignaal voert, let dan nu even scherp op. Kijk nooit, ja, je hoort me goed, nooit de fiber om te controleren of hier licht uitkomt. Als je dit doet, dan beschadig je je netvlies onherstelbaar. Zeker bij de laser in de modules voor de wat langere afstand is de energie behoorlijk hoog, dus neem nooit dit risico. Als je een glasvezel moet buigen en je maakt deze bocht te scherp, dan zal het optische signaal. Binnen de kabel breken en ontsnappen door de glasvezelbekleding. Op dat moment krijg je aan de andere kant van de kabel geen signaal meer. Ook als je een fiber te scherp buigt, kan dit microscheuren veroorzaken, waardoor de vezel permanent kan beschadigen. In deze context, mijn laatste tip. Heb je een rek met switchjes en/of apparatuur met SSP-plusloten? Gebruik dan voor de onderlinge verbindingen binnen dit rek liefst dakkabels. Dakkabel is een vaste kabel tot maximaal 20 meter lengte, waaraan de LC-modules vastzitten als één geheel. Buiten het feit dat dakkabels goedkoper zijn dan LC-modules, zijn deze kabels tot en met een lengte van 10 meter opgebouwd uit een kooskabel, dus je hebt geen last van de buigradius zoals bij glasvezelbekabeling. Maar, heb je nog vragen over netkier? Zie hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde priestelsvragen bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Ik zie je vragen graag tegemoet. Heb je suggesties voor een nieuwe Netgear Tips en tricks video? Laat het mij gerust weten onder in de comments. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Wil je weten welke Netgear Switches je het beste kunt adviseren? Dan heb ik hier nog een handige video over onze Switchcategorieën. Heb je wat in deze video gehad? Druk dan ook even op de like-button. Abonneren mag natuurlijk ook en klik dan ook nog even op de bel. Dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Hiermee zijn we dan weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar nou, mijn werk hier is nog verre van compleet, dus hou ook zeker innovatie.netky.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.